ik mis eigenlijk de oude rechtse VVD. De kapitalisme omarmende VVD van Wiegel en Bolkestein. En ik heb dat in mijn eerste termijn ook een beetje gezegd. Ik begrijp niet zo goed waarom de VVD meewerkt aan het loslaten van de vrijheid van het individu. En het omarmen van een soort collectivisme. En dat zie je met name terug in, op de woningmarkt. Er is geen markt meer. En ik had zo graag gezien dat de premier de markt zou willen terugbrengen op dat dossier. Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij. Hier staat namelijk iemand met vele pandjes in zijn portefeuille, gewoon een huisjesmelker, en die staat vragen te stellen over de woningmarkt. En als dat nou geen belangenverstrengeling is, dat als dit is wat je zelf gewoon een zakelijk belang bij hebt, vind ik het zwaar ongepast. En ik zou de heer Van Haga willen overwegen, ga gewoon weer rustig zitten, dat is beter. Ja. Ik geef de heer Van Haga de kans om daar even op te reageren. De heer Van Haga. Ja, voorzitter. Inderdaad, ik ben ondernemer, dus ik moet mijn pensioen zelf regelen. Nou, dat heb ik gedaan door wat vastgoed te kopen. En voor het overige heeft iedereen hier belangen. We hebben allemaal kinderen, we hebben allemaal hypotheken. Nou, misschien de heer Klaver niet, maar dan heeft hij waarschijnlijk een sociale woning waarin hij zit, waar hij ook over aan het praten is. U woont waarschijnlijk ergens, u heeft een huis. Dus we hebben allemaal belangen. Dus ja, praat me hier niet van. Het gaat over iets heel anders. Wij wonen, de meeste van ons wonen inderdaad, gelukkig in een huis. U bent geen ondernemer, u bent Kamerlid. Ik kan u zeggen, u krijgt een vorstelijk pensioen, bouwt u hierop. Dus ga niet zielig doen alsof u geen pensioen heeft. U geeft hier ook toe dat u een volle vastgoedportefeuille heeft. U noemt zichzelf dan ondernemer. Ik zeg, u bent een huisjesmelker. Ik geef u een overweging. U heeft bij de vragen die u nu stelt een rechtstreeks zakelijk belang. Gaat u alstublieft zitten, dan zou u deze Kamer meer recht doen. Dank u wel. De heer Van Haga. Voorzitter, we hebben allemaal belangen en de vraag is in hoeverre die belangen zo groot zijn dat je ze laat meewegen. En voor het overige ben ik er trots op dat ik ondernemer ben en ik hoop dat de heer Klaver dat ook nog een keer kan zijn, zodat hij kan ervaren hoe het is als een markt verstoord wordt. En overigens denk ik dat de meeste verhuurders er wel bij hebben gevaren dat die woningmarkt zo verstoord is door onder andere al die linkse maatregelen. Maar goed,